Een hat-trick van Curtly de Wind was voldoende voor TSC om de tweede overwinning in de topklasse binnen te halen. Hoewel JVC Kuik uitstekend tegenspel bood, bleven de punten in Tiel. Het werd 3-2. Na 8 minuten kwam TSC op voorsprong. Mohamed Nouri nam een vrije trap, die werd weggekopt, precies voor de voeten van opnieuw Nouri. Die bracht de bal weer in en de Wind was zijn tegenstander Jackie Chi te snel af en schoot raak. 1-0. Nadat TSC nog de paal had geraakt, werd het 10 minuten later 2-0. Opnieuw zette Nouri voor. De Wind kreeg er net zijn teen tegenaan en via de binnenkant van de paal verdween de bal achter de doelman van JVC Kuik. Zes minuten later leek de wedstrijd beslist, toen de Wind opnieuw op links werd gelanceerd. Hij passeerde zijn tegenstander op snelheid en punterde de bal diagonaal langs de keeper. 3-0. Wel meteen een aderlating. De Wind viel na het doelpunt geblesseerd uit. Ja, we zijn weer in de 24e minuut. Wat de stand? 3-0 in het voordeel voor het TSC. Doelpuntenmaker Curtly de Wind. Met Joel Sanaki voor de Wind moest TSC van spelsysteem veranderen. JVC Kuik, fysiek een stuk sterker dan TSC, schudde de schroom van zich af. Het gevaar van een snelle uitval was met het vertrek van de Wind weg en TSC wankelde. Doelman Sebastiaan van der Sman hield Rick Renieri van JVC Kuik nog van een doelpunt af. 3 minuten voor rust werd het toch nog 3-1. Simon van Zeelt van JVC Kuik speelde van links de uitblinker van de Kuikse kant Ilias Zaimi aan. En die scoorde. Na rust drongen de bezoekers nog nadrukkelijker aan. Het werd een ware slijtageslag en daar is TSC over het algemeen niet het beste in. Tien minuten na rust vergreep Sven van Inge zich aan Chevrino Eind. De bal ging op de stip, waarna bij een opstootje van Zils van JVC Kuik van Inge van TSC sloeg. De speler kreeg rood, maar JVC Kuik kwam dankzij Zaimi vanaf de stip wel op 3-2. Met de uitblinkende keeper van der Sman, Akita Kasawa en Ibo Alleskan aan het hoofd hield TSC daarna stand. Al was het tiental bezoekers doorlopend gevaarlijk. Ook TSC kreeg kansen, maar verzuimde de trekker definitief over te halen. Van der Sman kende zijn beste actie toen Renieri alleen voor hem opdook. Met een prachtige reflex verwerkte de doelman de bal tot corner. Voor de neutrale toeschouwer een mooie pot voetbal met alle ingrediënten die de voetbalsport zo aantrekkelijk maakt. Een spannende pot, hè? Heel spannend. En vooral naarmate de tweede helft vordert, dan zie je de klok gaat tegen je lopen. En eigenlijk ook een klein beetje meelopen, omdat je voor staat. Maar ja, ik denk ook dat we een fase in de wedstrijd hebben gehad dat we het echt helemaal op slot konden gooien. Vlak voor de rust bijvoorbeeld met een kans van je Bartels op gewoon 1-4, 4-1. Ja, dan is het gewoon over en uit. En je weet... ja, dat gebeurt dan niet, hè? Nee. Het tactische plan van de wedstrijd, omschrijven. Nou kijk, we hebben in de rust natuurlijk hebben we het erover gehad dat we moeten de rust bewaren. Ja, je moet op een gegeven moment blijven voetballen en daar ligt onze kracht. En dat hebben we de tweede helft niet gedaan. Kijk, wij hebben zelfs nadat we tegen een ploeg kwamen met 10 man, hebben we nog steeds heel veel onrust op het veld gehad. We hadden afgesproken, we zouden geen lange ballen spelen. Wat doen we? We spelen lange ballen. De eerste, de beste goede kans die we kregen in de tweede helft, dat was in minuut 65. Nou, dat zegt iets over die periode tussen 45... en 65 minuten. Heeft dat te maken met de onvolwassenheid nog van de ploeg? Ja, dat heeft er ook mee te maken. Maar ook met de slimmigheid en van de tegenpartij. Kijk, de tegenpartij, fysiek, groot, sterk, was bekend. Ja? En wij hadden ook gezegd, jongens, als we met hoge en lange ballen gaan spelen, gaan we het echt niet winnen. We moeten over de grond voetballen. We moeten de derde man zoeken. We moeten proberen door de linies heen te spelen. En dat hebben we dus gewoon in de tweede helft niet gedaan. Oftewel, nog werk aan de winkel. Ja, maar ik moet wel zeggen, kijk, het uitvallen van Curtly de Wind
was voor ons natuurlijk wel een hele schaduw op de wedstrijd. Want hij maakt gewoon de 3-0 en dat is na 25 minuten. En op een gegeven moment dan zie je ook aan de ploeg van hey, dat gaan we missen. Want je mist natuurlijk Kurtley met snelheid en in de counter ga je Kurtley missen. Nou goed, en als die tweede rode kaart valt hè, met de doorgebroken speler, je ja, Bartels, dan wordt het ook nog een ander verhaal. Daar kun je dan over reden twisten. Ik denk dat hij hem wel moet, maar goed, daar ga ik verder niet over. Daar is de scheidsrechter voor. En of dat hij nou wel geel of rood geeft, maar Jip is er wel langs. Ja. En dan is er maar één straf. En dat is rood. Maar goed, dat doet hij niet. Dus dat moet je accepteren, maar dan sta je nu steeds 11 tegen 10. Al met al, 7 punten nu in de knip. Ja. Het gaat goed. Eerste thuisoverwinning, heel belangrijk. Ook voor het moraal. En 7 punten, nou, we kunnen slechter starten. Man of the match, gefeliciteerd. Je bent het seizoen fantastisch begonnen, hè? Hoe ervaar je dat zelf? Ja, het is gewoon lekker. Eerste wedstrijd. Ging wel lekker ook, tweede wedstrijd wat minder. Maar vorige week 2 assisten, verliezen we wel met 3-2. Maar ja, voor mijn gevoel speelde ik wel een puikenwedstrijd. En vandaag een hat-trick. Dus ja, gaat wel lekker, ja. Waar gaat het eindigen met Kurtley de Wind? Ik zou het niet weten als je het... We zien het wel. Nou, hopen dat de blessure meevalt en dat we je snel weer op de velden zien. Sebastian van der Sman, een puikenwedstrijd, ondanks dat je er 2 door hebt gelaten. Ja, zonde. Zonde toch 2 goals tegen. Je komt snel goed op 3-0 voor. En we spelen gewoon... Tot 25 minuten, een fantastische wedstrijd. En daarna krijg je toch een kuik die de schouders eronder zet. En we geven het een klein beetje zelf weg. We vergeten te voetballen en dan krijg ik vlak voor rust een goal tegen. Dan geloven zij er weer in. Nou ja, en dan zie je dat ze ook wel kwaliteiten hebben en dat wij gewoon vergeten te voetballen. Ja, wat dat betreft had het zo nog maar de andere kant op kunnen gaan. Daar gaan we het niet over hebben, want de 3 punten zijn binnen. Hey, die penalty, je zat er dichtbij, hè? Ja, kloten. Ja. Ja. Ja, ik koos voor een hoek rechtspoot, dus ik gokte een beetje dat hij hem vol zou schieten zoals hij deed. Maar hij ging net te ver de hoek in. Nou, al met al, fijn gevoel. Ja, tuurlijk. Nee, absoluut. We trekken hem over de streep. En vorige week bij AFC is het net anders. Dan had je die 2-2 over de streep moeten trekken en nu lekker 3 punten. Het was een spannende pot, TSC tegen JVC Kuik. De beleving van de scheids. Een wedstrijd waar alles in zat, denk ik. Rode kaart, strafschop, mooi scoreverloop. Spelers die allebei voor de winst gingen op een gegeven moment. Met een 3-0 staat kun je wel eens denken, wedstrijd is gespeeld. Maar bleek absoluut niet het geval te zijn. Voor de neutrale toeschouwer absoluut reclame voor het voetbal. En ik denk dat de neutrale toeschouwer echt wel genoten heeft vandaag. De rode kaart die u gaf, beschrijf hem. Rode kaart, strafschopsituatie. Nummer 3 brengt Van Tek de aanvaller van JVC ten val. Ik fluit voor een strafschop. Speler van Van Tek, die nummer 14 houdt de bal vast. Daar ontstaat een opstootje waarbij nummer 6 van JVC Kuik zijn tegenstander slaat. En daar kan maar 1 straf op staan en dat was volgens mij de rode kaart. Een ander punt in de wedstrijd waarover gediscussieerd kan worden is de gele rode kaart bij de doorgebroken speler Jip Bartels. Ja, doorgebroken spelen, dat is vaak het spreektaal wat we gebruiken. Het is niet echt spelregeltaal. In de spelregel staat een duidelijke scoringskans. De afstand naar de goal bij deze overtreding van nummer 21 van JVC is veel te ver om te praten van een duidelijke scoringskans. Het gebeurt op nabij de middenlijn. Dus het enige waar voor mij overblijft is een gele kaart wegens een veelbelovende aanval. Al meer wedstrijden gespeeld, gefloten in de topklasse neem ik aan. Het niveau? Het niveau, ja, wisselend. Ik heb dit seizoen mijn 3e wedstrijd. De eerste wedstrijd was Maghreb-Una, waarbij ik een hele goede wedstrijd vond van beide ploegen. Vorige week sneek zwart-wit tegen de Treffers, waarbij het voetbalniveau laag was. Wel veel werkvoetbal, maar er zat weinig voetbal in. En ik denk dat vandaag bij Vlagen goed gevoetbald werd. Zeker als je kijkt naar de eerste helft, hoe bepaalde doelpunten tot stand kwamen, waarbij echt gewoon goede aanvallen erbij gespeeld werden. En ik denk dat dit gewoon echt een mooi niveau was waarop deze wedstrijd gespeeld is vandaag. Dus de man of the match, Kurtley de Wind, daar kunt u zich helemaal bij aansluiten? Daar kan ik me voor 30 minuten bij aansluiten. Ja, daarna was het ook klaar. Daarna was het klaar. Ja, hoogtepunt moet je stoppen, zeggen ze wel eens, maar dit is wel heel rigoureus. De uitslagen van de op 13 september gespeelde wedstrijden. WKE tegen UNA 1-1. OJC Rosmalen Sneek Wit-Zwart 1-1, Koninklijke HFC AFC 2-0, HBS VVSB 0-4, TSC JVC Kuik 3-2, De Treffers Linde 0-1,
HSC 21 Hercules 0-0 en Maghreb 90 tegen EVV 1-1. De stand na 4 speelronden. UNA bovenaan samen met WKE. Beide hebben 10 punten. VWSB 9 punten. AFC en TSC 7 punten. Hercules 6 punten, evenals JVC Kuik. En op de achtste plaats vindt u OJC Rosmalen met 5 punten uit 4 gespeelde wedstrijden. De eerstvolgende thuiswedstrijd op Sportpark de Lok in Tiel is zondag 20 september. TSC speelt dan tegen Koninklijke HFC uit Haarlem. Tot zover deze aflevering van TSC TV. Graag tot de volgende keer.